Na een erg slechte vertoning afgelopen vrijdag in eigen huis tegen SC Cambuur gaat NEC vrijdag op bezoek bij Telstar in Velsen-Zuid. Trainer François Gesthuizen heeft de beelden van vorige week nog eens goed bekeken. Nu na 3 wedstrijden geen overwinning is het wel weer nodig, denk ik. Hoe zit het met de vertrouwen en de sfeer binnen de selectie? Ja, goed. Vertrouwen is altijd een beetje gekoppeld aan resultaat natuurlijk. Wij zijn erin zelf ook heel kritisch. Hè. We benaderen ook de boel kritisch. Soms moet je ook eens een beetje het glas half vol zien. Alleen, we zijn deze week ook best wel kritisch geweest op een aantal dingen die we hebben gezien in de wedstrijd tegen Cambuur. Dus dat is altijd een beetje gekoppeld aan vertrouwen, hè, overwinningen. Uiteindelijk, de sfeer is in die zin, de dynamiek in de groep is wel goed. Het zijn gasten die graag willen, die hard trainen. Dus dat is geen probleem. Alleen ja, als je wedstrijden wint, is de sfeer altijd net iets beter. Ja, en Telstar is een ploeg die maar één punt boven jou, boven jullie staat. Dus het is een belangrijke wedstrijd, kan het worden, ook als je wint en als je verliest? Ja, zeker. Het is een lastige ploeg. We spelen met 5 verdedigers. Dus het is heel moeilijk doorheen te voetballen. Ze hebben een goede spits natuurlijk, hè, topscorer van hun. Het is een hele lastige ploeg, waar we thuis ook echt lastig tegen hebben gehad. Een beetje gelukkig wellicht wel verdiend gewonnen hebben. Maar ja, die goal hè, van Randy kwam een beetje niet zo uit de lucht vallen. Die bracht ons wel gaf ons wel wat lucht. Dus gewoon een hele moeilijke uitwedstrijd, ja. Ja, je had het al over hun spits. Een van de topscorers van de competitie. De topscorer die scoorde afgelopen week 2 keer. Hoe ga je deze aanpakken? Nou ja, zij spelen anders dan Cambuur. Zij spelen met 2 spitsen. Dus dat houdt in dat je achterin met 4 verdedigers 1-1 staat in het centrum. Dus wij moeten zorgen, hij is een ander type dan Muur. Hij is een balvaste jongen. Een jongen die zelf wel wat kan creëren. Dus ja, daar moeten we. We hebben ook fysiek sterke verdedigers. Ze zullen moeten zorgen dat we dat gewoon goed verdedigen. En dat gaat niet alleen om Rens en om Jozef. Dat zal met het hele team moeten gebeuren. Ja, jouw spits is net vader geworden. Die heeft denk ik wat kilometers gemaakt om zijn kind te zien. Hoe fit lijkt hij? Ja, dat is al een tijdje bekend dat hij weg zou gaan. Hij heeft echt gepland om deze week zeg maar, te proberen dat kind ter wereld te laten komen, zoals dat zo mooi kan tegenwoordig. Uiteindelijk hebben we hem nog een extra dagje gegeven om daar toch te blijven. Uiteindelijk is het niet zo heel ver qua vliegen en zo. Dus dat valt allemaal wel mee. Dus hij heeft nu meegetraind en die is wel weer fit. Hoe is het verder met de fitheid binnen de selectie? Ja, we hebben toch wel wat pijntjes. Tom Overtoom is nog niet helemaal terug. Doet gedeeltes van de training weer mee. Nou, Norbert blijft nog steeds hetzelfde. Tom van der Looy toch nu al even een paar weekjes wat klachtjes. En vergeet ik dan iemand? Nee, dat waren ze volgens mij. Dus die 2. Vrijdagavond om 8:00, Telstar NEC.